Vandaag is de dag dat ik een huis van een van de eigenaren van Broers Koffie de schrik van zijn leven ga bezorgen. Door alle wanden en de plafond knalroze te spuiten. En natuurlijk neem ik jullie mee met de voorbereidingen van dit roze project. Blijf kijken om de reactie van de geschokte klanten te zien. Heb je nou zin in deze video? Doe dan alvast een duimpje omhoog en heel veel plezier met kijken naar deze video. Het is 3:10 in de ochtend en ik kon niet meer slapen door de spanning. Ik neem een paar aspirintjes, want ik voel me een beetje verkouden. 5:15, snel de auto in. Om de tank nog even te vullen waar ik gisteren geen tijd voor had. Ik tank altijd 4 power diesel bij Shell. En dan naar Suncoatings om wat Fallpaint verf bij te halen. Kijk, die Sander is er ook vroeg bij. Morgen, ben je er vroeg bij? Kijk eens waar ik dit aan te danken heb. Dankjewel hè. Ja, alsjeblieft hè. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik neem vandaag weer een dagje mee met mijn werkzaamheden als schilder. Het wordt vandaag een ander dagje dan dat jullie van me gewend zijn. Ik ga natuurlijk weer naar de klus waar ik al ben begonnen. Ik heb daar een mooi kleurtje uitgekozen voor op de muur, een mooie decoratieve muur. De rest hebben we al besproken. Dat wordt een Roy Zwart taupe, wanden, plafonds, houtwerk. Maar dat gaan we dit keer eventjes wat anders doen. Nou is dit huis van de eigenaar van Broers Koffie. Of eigenlijk de twee eigenaars, Sietse en Bart. Dat zijn twee broers. Die hebben een bedrijf in koffie. Volgens mij verhuren ze koffiezetapparaten en verkopen ze koffiebonen. Heerlijke koffie overigens. Ik ben altijd blij als ik daarheen ga om een lekker bakje koffie te drinken. Daar verheug ik me altijd op. Daar heb ik het kantoor geschilderd. Ik heb Bart zijn huis geschilderd. Ik heb nog wel wat meer klusjes voor de familie gedaan. Dus gelukkig bevalt dat. Nou ga ik ook het huis van Sietse spuiten. Die heeft net een nieuw huis gekocht met zijn vriendin. Welke jullie natuurlijk ook al in het vorige filmpje hebben gezien. Vandaag staat in de planning om de wanden te gaan spuiten. Bart en Sietse zijn twee broers. Nemen elkaar geregeld in de maling. Dus Bart die heeft me opgebeld met het plannetje. Route naar eerste regimentsdok wordt gestart. Ga in oostelijke richting op de staart. Zo, ik ben even in de auto gestapt. Ik ben onderweg naar het Broers Koffie, het bedrijf. Even met Bart het een en ander spreken hoe hij zijn broer Sietse in de maling wil nemen. Ik heb het bedrijf natuurlijk ook geschilderd. Alleen ik heb het nog niet afgezien. Ik ben ook wel benieuwd hoe het is geworden. Dus dan ga ik eventjes een kijkje nemen en dan neem ik jullie weer mee. Ik ben aangekomen, maar ik denk dat Sietse er ook is. Dus we moeten eventjes oppassen. Kijk eens, de broers gaan dik hoor. Welk een mooi busje. Oh, hier nog zo een. Kijk, de twee broers. Dat is een pandje hoor, hé. Voor een paar koffiebonen. Zo, voor mij zit Bart boven. Even kijken of hij er is. Bartje? Hé jongen, was lekker? Lekker maat, ben je ook? Ja, heerlijk man, heerlijk. Wat gaan we doen vandaag? Ja, ga even zitten dan, gaan we het erover hebben toch? Hier lekkere koffie, even een bakje koffie hè? Lekker hoor. Nou vertel Bart, wat gaan we doen? Ik ga mijn broer aanpakken. Zoals je ziet, de muren zijn zwart, de plafonds zijn zwart, de koffie ja. die drinkt is zwart. Dat heb ik allemaal zelf gedaan natuurlijk. Ja, ja. Maar je merkt, zijn humor wordt ook een beetje te grauw. Ik dacht, laten we zijn huis maar wat kleur gaan geven, hè. Gaan we doen. Ik denk wel dat ik moet gaan oppassen de komende half jaar, maar dat zien we dan wel weer. Dat denk ik wel. Welke kleur moet die worden dan? De meest felle kleur roze die je in huis hebt. Dat gaat goed komen. Gewoon dat het pijn doet aan je ogen. Ja. Echt dat je denkt van, mijn lieve heer, wat gebeurt me hier? Hier zitten we het plan te bedenken. Bart en Sietse nemen elkaar geregeld in de maling. Zoals een tijdje geleden heeft Sietse Bart in de maling genomen. Door te zeggen dat hij zijn oude bankstel te koop moet zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Bart zet een foto op Marktplaats en krijgt geen reactie. Tot op een dag dat ze uitgerekend gezellig met de hele familie bij elkaar zijn en lekker met z'n allen op de bank een kopje koffie aan het drinken zijn, krijgt Bart een mailtje van iemand die zijn bank wil kopen. Voor een hele goede prijs. Met de vraag of hij hem vandaag kan ophalen. Op één voorwaarde dat hij hem helemaal uit elkaar haalt en klaar wilt zetten. Dus de hele familie van de bank af, boormachine erbij, druk bezig gaan met z'n allen om de hele bank uit elkaar te schroeven. Na een tijdje staat de bank klaar om afgeleverd te worden. Dan laat Sietse weten dat het een grap was en alles voor niks is geweest. Dus dan snap je wel dat je je echt in de zeik voelt genomen. Dus Bart zijn brein sloeg gelijk op hol om hem terug te pakken. Die heeft dezelfde dag mij nog opgebeld. Hier zitten we dan het plan te smeden. Jeetje, je hebt het wel volgebouwd, hè? Ja, ja. Wat een spullen zeg. Wat is het allemaal dan? Bekers, koffiebonen, toppingen, cacao, machines, kuppensoep. Ja, noem het allemaal maar op. Van alles. Ja. Echt niet normaal, man. Dus dat plannetje, dat zag ik wel zitten. Ik wist het al een tijdje en ik had me er ook echt heel erg op verheugd. Dus ik ben een klein beetje nerveus voor deze dag. Maar vandaag is de dag dat we alle wanden en plafonds knalroos gaan spuiten. Dus ik ben onderweg naar Bouwman. Ik ga even een heel mooi kleurtje uitzoeken. En dan neem ik jullie mee. Dus dan zie ik jullie straks bij Bouwman. Lex, heb je je broek geplast? Ja, ik ben onder de weer. Jeetje, het ziet er goed uit. Jeetje! Hey, ik ben Roy, jongen. Goedemorgen. Hey Google, alle lamp aan. Het is ook nog vroeg, hè, voor de koffiezetapparaat. Die pers van de pers, eerste druk. Ja, maar ja, jij hebt onder zijn laag, dus dat zijn we niet. En de balletjes zijn ook weer klaar. Even mooie verf mengen. Welke kleur wordt, Lex? Deze mooie roze kleur. Ik ben echt benieuwd. Mark heeft me uitgekozen, die heeft er heel veel verstand van. Ja, ik heb heel veel verstand van roze. Kijk, ineens is alles roze, hè? Dat moet heen. Eerst wat even roeren, hè? Ja, dat is belangrijk. Anders heb je allemaal pasta in je deksel. Hoeveel gaat erin, zeg? Nou, dat wordt een flinke kleurentoeslag. Oh Mark, die heb je mooi gekozen, hé? Wel hè? Oh, dat kan jij wel, hè? Je hebt verstand voor ons. Ja, daarom heb ik het ook aan jou gevraagd. Kijk, Bosje is weer helemaal blij, want die heeft weer een nieuw busje. Ja. Hey, gefeliciteerd hè! Dankjewel, vriend! Hoi Roy, goedemiddag! Kom je je telefoon weer ophalen? Hey, bedankt voor de roze verf! Alsjeblieft Roy, succes erbij! Doei doei! Ik maak de filmpjes wel! Zo, ik heb de verf weer in de pocket. Ik ben nu weer onderweg naar de klus. Het wordt wel een, echt een heel erg roze kleurtje. Als ik de emmer open doe, geeft het bijna licht. Ik ben nu onderweg naar een klus. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik had gevraagd of ze vanmiddag langs kunnen komen. Maar dat ging helaas niet. Want ze hadden andere dingen te doen. Dus morgenochtend zijn we er. Kunnen we kijken of de kleur mooi is geworden. Hun denken natuurlijk de Roy Zwart taupe. Maar dat wordt eventjes wat anders. Dus dan kan het mooi doordrogen. Dus morgen mooi de kleur opgedroogd. Ik ga natuurlijk wel super strak spuiten. En eens een beetje in de waan laten dat het zo gaat blijven. Dus ik denk dat ik ga zeggen dat ik niet zo heel veel tijd heb. Want van het weekend gaan ze verhuizen. Dat ik voor die tijd niet meer tijd heb om de wanden open te gaan spuiten. Dus ik ga kijken hoe ze reageren. Ik hoop dat ik hun reactie kan filmen. Dat ze niet eerder langskomen om het huis te bekijken. Dan dat we morgenochtend hebben afgesproken. Ik ben een beetje later omdat ik nog wat dingetjes moest regelen natuurlijk. Ik had niet genoeg van de verf van de speciale techniek van Fallpaint. Dus ik ben vanochtend ook nog even bij Sander geweest om 6:30. Daarna naar Bouwman, maar het was natuurlijk hartstikke druk. Ik moest nog een kleurtje uitzoeken. Ik wilde wel zeker weten dat het een goed kleurtje was. Dus het kost allemaal even een beetje tijd. Dus ik sta nu weer in de file. Dus het is nog weer even een stukje file rijden. En dan zie ik jullie straks op de klus. Ik zit hier in een kooi en jij. Ik ben aangekomen op de klus. Hierachter, de verf uit de bus pakken. Ga ik mijn vader even laten schrikken wat voor kleurtje het wordt. Alles al mooi dichtgeplakt. Dus aan de buitenkant. Hoop ik dat je niks ziet. Zo, kijk nog maar even goed. Naar de mooie lichte wanden. Vader is al bezig met het houtwerk repareren. Dus dat gaan we eerst even doen. Houtwerk repareren. Aan het eind plakken we het houtwerk af. En gaan we de wandjes mooi spuiten. Moet je kijken, papa. Mooi, hè? Oh. Dit is prachtig. Toch? Dit is wel hartstikke mooi. Zo naast mijn kleur. Nee, je moet het maar willen. Kijk, zien we straks wel mooi de reparatiepunten. Waar we gaan repareren. Dus dat heeft wel zijn voordelen. Het ziet eruit, hè? Ja, dat kunnen we allemaal weer mooi repareren straks. Als het roze is. En dan gaan we het natuurlijk wel weer netjes achterlaten voor de mensen. Ik ga nu eerst de spanningen even schilderen, want die kun je natuurlijk niet spuiten. Dus die zijn nu nog zwart. Dus ga ik even met de hand schilderen voordat we gaan afspuiten. En dan is het weer netjes. Kijk, Sietse is ook wel druk bezig, want ze gaan het weekend verhuizen. Hè? Ja, man. Laatste dingetjes. Ik schuur de spanningen nog even op en de randen van de eerste primer wat weg. Dan breng ik de primer aan met kwast en roller. Tussendoor geef ik Sietse, de klant, nog even wat schildertips, want die is ook druk bezig met de slaapkamers boven klaar te maken. Die gaat vanmiddag, als we gaan spuiten, weer naar zijn eigen werk. Vader is alvast het houtwerk dat in de primer staat aan het voorbereiden voor het afspuiten. Dus lichtjes opschuren met korrel 400, kitten, wat bijwerken met plamuur, zodat het klaar staat voor het afspuiten. Dan kunnen we gaan beginnen met het afplakken van het houtwerk. Inmiddels is Sietse weer aan het werk en die heeft pas morgenochtend tijd om langs te komen samen met zijn vriendin. Dus dat geeft ons mooi de tijd om ongezien de wanden van een mooi kleurtje te voorzien. Zo, alles staat mooi klaar om de wanden te gaan spuiten. Dus ik ga de spuit vullen met de bijna fluorroze verf. Dus het echte werk gaat nu beginnen. Steeds als ik hem openmaak, dan denk ik, ik was even vergeten dat het kleur was. Het is al heel vet roze. Waar is hij? De spuit is gevuld. Gaan we maar beginnen, hè? Zo, klein beetje roos. Vind jij, pap? Een beetje roos. Oh, ja, ja, ja. Kijk nou, dat is niet normaal. Zo, ik vind deze muur toch nog niet helemaal dekkend. Dus we geven hem nog gewoon een laagje. Dat hij wat beter tot zijn recht komt. Van buiten zie je gelukkig niks. Ja, daar een klein beetje. Ik zie er nauwelijks wat van. Zo, mijn dag zit er weer op. Het huis is echt knal en knal en knalroos geworden. Dus ik ben echt super benieuwd naar de reactie morgen van de klant. Eigenlijk hoop ik dat het meevalt, dat hij niet al te boos is op me. Maar uiteindelijk gaan we het natuurlijk weer allemaal netjes opknappen en gaan we er een mooi huisje van maken. Maar voor nu is het roos. En voorlopig blijft het ook roos. Want we moeten natuurlijk het houtwerk nog spuiten, de wanden nog afspuiten. Dus we zijn nog wel eventjes bezig om het weer netjes te krijgen. Maar het repareren, dat wordt ook nog een leuk gezicht natuurlijk. Al die witte puntjes op het roos. Nou zie je wel goed waar je gebleven bent. Waar we gerepareerd hebben en waar we moeten schuren. Dus dat is dan wel weer een voordeel van een extra laagje verf. En dan zien we ook goed of het mooi dekt. Dus ik ga weer naar huis. Ik ga weer even lekker een sportschooltje pakken. Want ik heb de hele week nog niet getraind. Dus ik ga lekker naar de sportschool. En dan hoop ik dat ik vanavond kan slapen. Want ik ben echt nerveus hoe de reactie zal zijn van de klant. En hoe jullie het allemaal gaan vinden natuurlijk. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor de support die ik krijg. De aantal likes, de aantal berichten. Echt superleuk. Superleuke reacties ook van iedereen. Vanuit social media, maar ook uit mijn privé. En mensen die me tegenkomen op straat die me aanspreken van... Je bent echt leuk bezig, ik kijk al je filmpjes. Het is echt leuk om te zien. Het geeft me echt weer energie om nieuwe vlogs te maken. Want het is echt heel veel werk. En soms denk ik van, waar ben ik mee bezig? Zoveel tijd besteed ik aan mijn filmpjes. Ik ben natuurlijk de hele dag keihard aan het werk, dus dan kan ik niet te veel praten. Ik zou het wel willen, alleen het kost gewoon heel veel tijd. Ik ben gewoon gefocust op mijn werk. Ik ben natuurlijk wel bezig met een beetje uit welke hoek ik ga filmen. Ik kan er natuurlijk niet heel veel tijd aan besteden, dus dat moet ik daarna weer doen. Dan moet ik editen, kijken of het filmpje mooi is. Kijken wat ik kan zeggen over de producten, wat ik gebruik en wat ik doe. Dus het kost gewoon een hele hoop tijd. Er gaat soms wel meer uren in zitten dan dat ik gewerkt heb. Dus dan is de waardering des te leuker. Dus als ik dan heel lang bezig ben met een filmpje en het wordt heel goed bekeken. Dat geeft mij gewoon weer energie om weer nieuwe filmpjes te maken. En waaronder deze natuurlijk. Dus ik ben helemaal enthousiast om dit filmpje straks te gaan knippen en plakken. En aan de buitenwereld te laten zien. Dus vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Was je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. Want nog steeds 69% van mijn kijkers... Die zijn niet geabonneerd. En sommige filmpjes zijn wel 10, 12.000 keer bekeken. En ik heb nog maar bijna 2000 abonnees. Dus alsjeblieft, help mij door te abonneren. Het zorgt ervoor dat ik weer meer filmpjes kan maken. Dat ik meer energie ervan krijg om leuke dingen te gaan posten. En om mijn werkzaamheden te laten zien. Om te laten zien wat voor werk ik maak. Ik hoop dat ik toch wel weer leuke vlogs kan neerzetten. De ene is wat leuker dan de andere. Maar ja, dat is niet anders. De ene klus is wat leuker dan de andere. En wat interessanter dan anderen. Het wordt straks ook weer mooi weer. Dus dan ga ik weer lekker naar buiten. Dan ga ik weer even mooi die hoogglans deurtjes schilderen. Hoogglans kozijntjes. Dat je je haar erin kan kammen. Echt weer mooie spiegeltjes afleveren. Dus daar heb ik ook weer zin in. Als straks het zonnetje gaat schijnen. Dat ik weer lekker naar buiten kan. Want ik kom echt om in het buitenschilderwerk. Er komen wel weer hele leuke klusjes aan. Hele mooie klusjes. Dus nogmaals. Bedankt voor je support. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer. Ik sluit bij deze nog niet de vlog af. Maar voor nu wel een hele fijne avond. En dan zie ik jullie morgenochtend. En dan krijgen jullie de reactie te zien van de klant. Ik ga naar de sportschool en dan zie ik jullie morgenochtend weer. Ciao, ciao. We zijn aan het wachten. Maar het duurt eventjes. Zou er om 8:15 zijn. 20 minuten aan het wachten. Duurt lang hè, Bob? Duurt wel lang. Ik denk dat ze ons in de maling nemen. Ik hoop wel dat ze snel gaan komen, want dan kunnen we weer lekker aan het werk. We lopen al 3 kwartier te wachten. Nou, we kunnen niet nu iets gaan doen. Dan missen we straks de reactie. Dus even wachten. We zijn even op een gemak hier bij de Hornbach en wat spulletjes halen. Die hebben natuurlijk geen idee. Dat is leuk natuurlijk. Elke dag zijn ze er om 8 uur. En nu is het inmiddels 9 uur. We zijn allemaal alle twee wat vroeger opgestaan, omdat we dachten ja, een beetje rekening houden met de file. Tesla. Ik denk dat hij er straks aankomt. We hebben de lamp alvast uitgezet. Die zetten we straks aan als we hem aan zien komen. Kijkgaatje gemaakt. Dat we hem goed zien aankomen. Voor eigen kijkgaatje. Twee zien meer. Op een Tesla. Hoe is het? Dat is de eerste. Sietse? Ik hoop het niet. Ja, hij rijdt in die zwarte en zij rijdt in de witte. Hoe wordt het? Zullen we wat zien? Dat is een moeilijk mee lopen. Roy? Ja. Sander. Waar zijn ze dan? Waar zijn ze dan? Kom eens hè. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh my god. Oh my god. Oh my god, dat is heel erg. Echt heel erg. Echt alles is los. Mooi toch? Dat zou het zo mooi vinden. Oh my god. Dit is echt heel erg. Het past echt mooi bij de kleur. Kun je kijken. Oh, dit is zo erg. Oh, Roy, wat doe jij nou? Wauw. Wauw, dit is echt heel erg. Oh, bedankt. Mooi hè? Ja. Nou. Zondag vrijdag. Ik heb er alles los gemaakt. Niet alles, net niet. Nee. Nou, nee, niet. Niet. Oh. Lot even bellen. Dit is echt zo erg. Nou, als ik het zou zien, dan zou ze zo blij zijn. Ik krijg een hele kleur van. Ja. Het is uit. Oh, maar ik zou niet laten zien aan Rotterdam als ze denkt dat dit blijft. Oh, echt? Want die kleur is ook echt roze. Je hebt best gedaan. Zo. Goed dekken. Oh. Ik vind wel wat. Ja? Ja. Nou. Fijn. Ik krijg wel wat vriend. Oh, jullie zijn wel. Laten we zo. Oh nee, ik ben aan de bak. Oh my god. Best gedaan hadden om het af te plakken en helemaal netjes te doen. En ja, ja, we hebben wel het best gedaan, toch? Heel best gedaan. Oh. Ik wil mij zeker zeggen dat je geen tijd hebt. Ja. Ik heb geen tijd om het af te plakken. We hebben de zon al open. Sommige delen nog zelfs 2 keer gesproken omdat ik niet dekte. Oh, echt? Ja. Ik mag hopen dat je veel vuurs gaat vangen. Huh? Ik mag hopen dat je veel vuurs vangt. Nou, succes met de kant. Ja, dat is heel erg. Hoeveel we gemaakt dat dit aan het doen was. Ja. En dan denk ik, oh. Maar het is steeds erger. Ik word echt een klop gelaten. We zijn weer aan het doen. Eindelijk. Goed kunnen. Muziek aan. Zo, ik zit weer in de auto. De klanten reageerden echt heel leuk. Die waren eerst echt even in shock. Die wisten echt eventjes niet meer wat ze moesten zeggen. Maar dat was natuurlijk wel eventjes schrikken toen ze binnenkwamen. Toen alles zo knalroze was. Dus dat was wel een spannend dingetje. Ze reageerden gelukkig heel goed. Ik ben eigenlijk wel heel blij met hun reactie. Want het kan ook heel fout aflopen natuurlijk, zo'n grapje. Maar ze hebben natuurlijk weer alle vertrouwen in dat het allemaal weer goed komt. En dat ik er weer een mooi beleid van maak. Want de gedachten waren heel leuk voor de grap. Maar om het uit te voeren is het toch best wel heel heftig. Want je kan er bijna echt geen voorstelling van maken hoe heftig dit in het echt is. en hoe die kleur op je afkomt. Daarna de rest van de dag kwam er nog allemaal familie langs om het te bewonderen. Om het natuurlijk het roze huis te bewonderen. Zijn dochtertje kwam ook nog even langs met opa en oma. En die vond het natuurlijk helemaal geweldig. Het is een jong meisje, dus die houdt heel erg van roze. Dus die vond het prachtig. Die zat ook helemaal met de mond vol tanden. Maar die vond het volgens mij wel heel erg leuk en die wilde graag dat het zo bleef. Maar gelukkig voor de ouders is dat niet het geval. Dus de grapjes zitten weer op. Het is natuurlijk allemaal serieus wat ik doe, maar af en toe een grapje moet kunnen. En misschien in de toekomst nog meer van dit soort dingetjes. Dus voor nu sluit ik deze vlog af. Vond je deze grap nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dan wens ik jullie voor nu een heel fijn weekend. Een hele fijne avond. En ik hoop jullie volgende vlog weer te zien. Ciao, ciao!